Goedendag, beste loopvrienden. Hier zijn we terug met een interview voor Marathon & More. We proberen ons veld van de lopers zo breed mogelijk te houden. En voor deze keer hebben we een absolute topper, letterlijk dan, aan ons scherm kunnen kluisteren. We hebben niemand minder dan Koen Naert bij ons aanwezig. Goedemorgen, Koen. Hey, goedemorgen, Olivier. Dag, Koen. We weten allemaal dat je een zeer strak agenda hebt. Dus we gaan ook onmiddellijk met de deur in huis vallen. Hè. Iedereen kent u uiteraard van de marathons. Iedereen heeft u zeker leren kennen door uw fantastische titel van Europees kampioen in 2018 in Berlijn. Maar wat dan veel mensen waarschijnlijk niet weten, is dat je eigenlijk begonnen bent in het veld. Waar je dan toch ook toch hoge toppen scheren. Maar toch de switch gemaakt. Van waar het idee om die switch te maken? Eigenlijk ben ik begonnen van op de piste. Dus ik loop eigenlijk al van mijn 6 jaar. Dus tot tussen mijn 6 en mijn 12 jaar heb ik eigenlijk alles gedaan. Dus van lopen tot sprinten, horden, kogelstoten, discuswerpen. Alles dat je maar kunt denken, heb ik eigenlijk gedaan. Maar we merkten eigenlijk dat ik het meeste aanleg had om eigenlijk gewoon te lopen. En hoe verder, hoe beter. En dat is eigenlijk geëvolueerd. Want ik denk dat uw lichaam, of mijn lichaam toch niet als 18-jarige was nog niet klaar om over te schakelen naar die marathon. Dus mijn lichaam was echt nog niet voldoende volgroeid eigenlijk om die zware belasting en die vele kilometers aan te kunnen. Dus dat is wel stelselmatig gegroeid. En ik ben dan inderdaad van, ja, ik ben ook altijd blijven crossen. Omdat dat wel een heel belangrijke basis is om sterker te worden. En op mijn 26 jaar, denk ik, vonden we het de tijd rijp om over te schakelen naar de marathon. Ja, want wij... Je hebt ook in het veld op Europees niveau gelopen, een aantal Europese kampioenschappen gelopen en zo. Maar dan inderdaad het switch gemaakt naar de weg. Hè. En met succes, hè, Europees kampioen geworden, in toch wel een strakke tijd. Maar dan zien we eigenlijk 2 jaar later op de Marathon van Rotterdam, ja, dan gaat je zelf nog sneller lopen dan uw selectietijd voor de Olympische Spelen. Dus als we een beetje de palmarès zien, we zien die alleen maar versnellen. Dan vragen we ons af. Wat ziet je zelf als haalbare tijd nog doen? Ja, dat is altijd een moeilijke vraag natuurlijk, want we hebben heel weinig kansen en zeker nu ook in corona-periode nog minder kansen om uit te blinken. Dus ik zit nu in mijn beste jaar. Fysiek toch. Ik ben er nu 31, dus normaal gezien zijn dat fysiek je beste jaren. Dus we moeten een beetje geluk hebben. Nee, in Rotterdam had ik dat. Het was goed weer, ik had goede hazen. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik kon zeker niet klagen. Maar ik had vooraf altijd gezegd van ja, ik denk dat mijn max ligt op 2 uur 8.30. Ik denk als ik 2 uur 8.30 kan lopen, dan heb ik het maximale uit mijn carrière gehaald. Maar ik zit er al een minuut onder, dus ja. Ik weet het niet. Ik weet niet wat dat... Ik ben nu echt heel goed bezig, maar natuurlijk werken we nu richting kampioenschappen toe. Sowieso naar de Olympische Spelen, dus dat is een heel andere voorbereiding dan voor een stadsmarathon waar je voor een goede tijd gaat. Dus ja, het zal voor mij wel nog een tijdje duren vooraleer ik terug nog een keer kan jagen op een snelle tijd. En dan moet je natuurlijk wel heel wat basis en zeker enkele maanden, jaren aan een stuk regelmatige trainingsperiodes achter de rug hebben zonder veel blessures. Dus ik ben nu terug, ik denk van juli vorig jaar, denk ik, zonder blessures aan het trainen. Dus dat is een mooie periode richting de Spelen. Als ik dat kan doortrekken, nog maar een jaartje verder, dan zullen we zien wat het zal geven. Maar natuurlijk, ik zal niet meer... Ja, je wil altijd starten om sneller te gaan, maar ik zal moeten zien hoe dat de voorbereiding is gaan. Want 2 uur 37, dat is echt een absolute toptijd. Dat is ook niet altijd haalbaar, dus dan moet je ook bewust van zijn dat gewoon echt ontzettend snel is. En als de voorbereiding niet is gegaan zoals dat nodig is om zo snel te gaan, moet je daar gewoon van bewust zijn vooraf en geen zotte dingen doen en durven zeggen van ja, kijk, ik ben gewoon niet klaar voor 2 uur 7, maar ik ben bijvoorbeeld op 2 uur 10. Dat zijn dingen die we gewoon moeten meepakken nu als je zo'n scherpe tijd hebt staan. Ja, absoluut. Absoluut, want we nemen zomaar rapjes 2 uur 7 in de mond. Moeten we wel weten dat... En wat was het, 1996 heeft Vincent Rousseau het Belgisch record op 2 uur 7 en een beetje gezet. Ja. Uiteindelijk, we spreken daar over 20 secondjes en een record die 25 jaar stand gehouden heeft. Hè. Dus ja. Alleen, we nemen dat zomaar in de mond. Dat is niet zo evident natuurlijk. Hè.
Nu, wat we zien is, uw tijden waren top vlak voor de Olympische Spelen. Die worden geannuleerd, ja, we weten allemaal door wat. Was dat dan eerder voor u iets een ontgoocheling op dat moment? Want ja, stond ook wel heel strak dan. Of was dat eerder zoiets van, oké, heb ik nog een jaar tijd, kan nog een extra duwke erbij geven? Ja, op het moment zelf is dat natuurlijk altijd, was dat wel een ontgoocheling, omdat je daar echt wel naar uitkijkt. Maar ik heb toen, ik heb in 2019 nog, gewoon nog per se een marathon lopen in Japan, in functie van de Spelen, maar ik mocht dat eigenlijk nooit gedaan hebben. Dus ik heb mezelf daar eigenlijk een beetje de das om gedaan om met een blessure verder te trainen. Dus ik had tot in mei nog wat een naweeën eigenlijk. Ja, pakt maart, april, mei nog wat een naweeën van die Achillespeesblessure. Dus ja, natuurlijk, je gelooft er nog altijd in dat je gaat klaar zijn, omdat je daar echt mentaal al 4 jaar mee bezig bent. Maar achteraf gezien, nu zijn we een jaar verder, ja, ben ik eigenlijk echt wel heel blij dat ze een jaar uitgesteld zijn. Want de Koenaert van nu is veel beter nog dan de Koenaert van vorig jaar. Dus ik vind het niet erg dat ze een jaar uitgesteld zijn. Ja, dus, ja want misschien komt het dan zelf goed uit. Hè? Je hebt uiteindelijk dat je zelf zegt dat je nu beter staat dan vorig jaar. Dat je zelf ook zegt, van je staat nu eigenlijk op de beste leeftijd voor je marathons te lopen. Dus de volgende Spelen zijn er weer 4 of 3 jaar bij. Ja, dus misschien is het in dat geval een goede kaart geweest. Hè? Ja, zeker. Nu, op die Olympische Spelen zelf dan. Ja, er gaan natuurlijk na Hans de commotie rond het gebeuren van de sub 2 en zo die daar geweest is. Er gaan heel veel ogen op de klassieke Kenianen staan. Beschouwen wij als Europeanen de Kenianen als de te kloppen mannen, of is dat nog zo'n subgroepje apart? Oh, weet je, ik spreek nooit alleen over Kenianen, omdat je mag eigenlijk het volledige Oost-Afrika rekenen. Dus ja, er zijn goede atleten van Tanzania, Kenia, Ethiopië. En nog zoveel andere landen eigenlijk. Dus ja, er zijn er wel heel veel daar in de regio die Eritrea ontzettend goed lopen. Dus ze zijn een klasse apart. En ik denk dat daarom ook de marathon, denk ik, een van de moeilijkste kansen is om een medaille op te halen. Dus ik zeg, we zitten nu ook met Abdi Bashir. Maar ik zeg, dat is nog, die toppers zijn nog andere koeken eigenlijk. Maar ik denk, als er één dicht in de buurt komt, is het wel Bashir. Maar voor een medaille moet echt alles meezitten. Maar we zullen moeten zien. Ja, er moet altijd gelopen worden. En het is een kampioenschap. Ik had op het EK in Berlijn ook maar, ik denk, de 8e of de 9e bestheid op dat moment. En ik win daar ook. Dus een kampioenschap is een kampioenschap. Dus daarom dat ik ook zei, van een kampioenschap voorbereiden is helemaal anders dan een snelle stadsmarathon voorbereiden. Ja. En dat zal met de Olympische marathon niet anders zijn, omdat het zal heel warm zijn, vochtig. Die jetlag speelt ook een grote rol. Hoe dat er zal gelopen worden. Dus ja, alles kan gebeuren. En dat zijn de positieve dingen waarmee dat ik naar daar trek. Ook al weet ik dat het wereldrecord staat op 2:01 van Kipchoge. Die zal er ook zijn. Die loopt 6 minuten sneller, maar ik heb op het EK ook iemand geklopt die een 5-6 minuten sneller was. Dus dat wil op zich niks zeggen, maar het is gewoon, voor hetzelfde geld krijg ik ook door de warmte een serieuze klop. Je weet dat niet, maar ik ga me zo goed mogelijk voorbereiden. Ja. En dan zien we wel, ik wil gewoon aankomen en zeggen van kijk, ik heb er alles aan gedaan, ik heb alles gegeven en wat dat de prestatie dan ook is, zal ik gewoon moeten tevreden zijn. Omdat als ze er beter zijn, zijn er beter. Ja. En is de omgeving daar, is dat in uw voordeel? Want uiteindelijk, uw bestijds, uw 2007 die je gelopen hebt, heb je gelopen in Rotterdam 2019. Het was ook een warme dag. Ik weet dat heel goed, ik was daar ook op dat moment. Ik heb hem ook gelopen. Maar iets trager dan een 2007. Is dat iets dat in uw voordeel speelt, het weer daar? Voordeel zal het nooit zijn. Als dat zo warm is, dat kan gewoon niet in je voordeel zijn. Maar het is hoe dat je ermee omgaat en hoe dat je het verteert en hoe diep dat je kunt gaan op dat moment. Ik denk dat dat vooral... ik heb al mogen merken, gelukkig, dat ik daar soms minder last van heb dan andere conculega's of concurrenten van mezelf. Die dan veel meer tijd verliezen op hun pb dan, of op hun bestheid dan dat ik verlies in extreme omstandigheden.
Ik heb nu 2 weken geleden ook een halve marathon in Dresden gelopen. Het was daar 4 graden, snijdende koude wind. Dus ook echt extreme omstandigheden. En ik liep daar ook mijn PR. Dus in extreme omstandigheden... Maar ja, in omstandigheden zoals in Japan, nu komende zomer, ga ik nog nooit hebben gelopen. Dus dat zal voor mij ook... ik was in Rio, maar Rio was scheen de zon niet. Was het wel hoge luchtvochtigheid, maar was het ook niet super, super warm. Dus dat was dan nog anders. Maar dat doet rare dingen met je lichaam. En je kunt daar nog zo goed op voorbereid zijn. Dat je wel de vorm van de dag en hoe dat je die een dag voelt, dat maakt een groot verschil. En dat zal een grote factor zijn voor wie dat er vooraan zal leiden. En wie dat er tegen alle verwachtingen in toch niet die topprestatie zal leveren dan dat die van hen wel wordt verwacht. Ja, het zal eerder gaan om de titel dan om een tijd. Sowieso, er wordt niet voor tijd gelopen. En zo, ook niet op een kampioenschap wordt er een tijd... Ik heb bijvoorbeeld het championship record van Europese marathon kampioenschap. Dus ik ben de allersnelste marathon Europese kampioen die er ooit is geweest. Maar niemand is daar echt mee bezig. Allee, dat is een keer leuk. Ja, championship record, oké, maar iedereen zegt gewoon die titel. En dat is ook zo, want ik wist het helemaal niet. Ik was helemaal niet bezig met dat kampioenschapsrecord. Maar het is wel leuk dat ik het 4 jaar achter mijn naam heb... nu 3 jaar achter mijn naam heb staan. En we zullen moeten zien in de toekomst hoe lang dat het nog zal blijven staan. Maar dat is nu niet het allerbelangrijkste. Ja, titel. Dat is... Ja. We spreken over de Olympische Spelen en zo. We hebben nu over Rotterdam en Berlijn gehad. Toch wedstrijden met toch naam. Als je nu zegt van kijk, dit jaar... Ik spreek nu over de Olympische Spelen. Maar je mocht er nog een wedstrijd uitkiezen. En waar gaat je uitblinken? De welke zou je kiezen? Dat heeft veel te maken met de planning nog voor de toekomst. Met alle kampioenschappen opschuiven, moeten we een beetje zien van waar kan ik me nog kwalificeren en zo. Maar als ik gewoon één mag kiezen, kies ik voor New York. Gewoon omdat ik heb daar een goede herinneringen aan van 2017. Maar ik heb er ook iets recht te zetten. Omdat ik niet vond dat ik daar super goed was in 2017. Dus het is wel een marathon waar ik nog graag terug zou een keer gaan. Allee, Chicago staat ook op mijn verlanglijstje. Maar die komen dan heel snel achter de Spelen natuurlijk. Dus we moeten, als je een kampioenschap doet in de zomer, wordt het al heel moeilijk plannen. Al de marathons, als je 8 augustus de Olympische marathon loopt... Ja, en in september of oktober alweer een marathon. Ja, dat is veel te rap achter elkaar. Dus we moeten een beetje zien dat ze gespreid zijn. En vandaar dat New York wel hoog in mijn lijstje staat. Er staan er nog, maar als ik er één moet kiezen, is het wel... Ja, oké. Prima. Leuk. Een dag in het leven van Koen Naert, in voorbereiding naar een wedstrijd, is redelijk gevuld. Dat hebben we ondervonden bij het plannen van dat interview, dat we toch hier en daar wel moeten tussen de trainingen door iets een momentje prikken. Maar in grote lijnen, hoe ziet u een dag eruit? S'morgens is dat eerst vooral mijn zoontje klaarmaken voor school. Dus ik zorg dat hij naar school gaat. Als ik hem gebracht heb, dan doe ik mijn eerste training. Dan meestal tussen mijn eerste training en de middag probeer ik nog iets van mijn mails of zo te verwerken. Maar meestal gebeurt dat niet echt, omdat ik probeer dan ook te mediteren. Ik doe wel meditatie. Dus dan probeer ik tussen mijn eerste training en de middag nog een keer te mediteren. Dan begin ik aan het eten voor 's middags. Maak ik eten. En dan in de namiddag, als ik wat tijd heb, dan hangt een beetje van dag tot dag af. Probeer ik mijn lessen. Ik volg ook master in gezondheidsbevordering aan de Gent. Dus dan probeer ik dat daar ook ergens, als ik tijd heb, als er niets tussen komt, dan nog tussen te plannen. Want ik ga ook minimum 1 keer naar de masseur in de week, de kiné, osteopaat. Dus dat komt er ook nog allemaal tussen. En dan hangt er vanaf ofwel om 4, 5 uur doe ik nog een training. Of als het niet past in de planning en als ik thuis nog van alles moet doen, dan train ik om 7:30 of 8:00 s'avonds als Finn terug in bed ligt. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe dat de plannen thuis zijn. Maar meestal zijn dat twee looptrainingen per dag. En 2 keer in de week komt er daar dan nog een derde stabilisatietraining bij.
En dan ja, alles die nodig is, ja, dokter, mental coach, dat komt er ook allemaal tussen. Ja. Dus ja, de dagen zijn wel goed gepland. En ja. Ja, ik zeg, ik kreeg heel veel aanvragen ook om dingen te doen. Podcasts, Zoom-gesprekken, interviews. En dan probeer ik dat... Ja, ik moet veel afzeggen. Omdat dat soms... Ja, als ik samen... Dan ben ik nooit meer bij mijn gezin. Dus ik vind het wel belangrijk dat ik ook nog voldoende... Naast het vele trainen, voldoende tijd heb voor mijn gezin. En dan op de derde plaats de studies. Ja. Maar inderdaad, gevulde dagen, dan... Dan ga ik u nog een keer bedanken, Koen, dat we daar een moment toch kunnen trekken. Het was kort, hè, dus dat is goed. dus dan, maar ik moest het van mij aanvangen, ik kan nog lang doorgaan. Wat ik mij ook altijd afvraag zelf dan, als je met sportmannen, als je sportmannen bezig hoort, ja, soms de zotste dingen van ritueeltjes voor wedstrijden. Nu, gewone ritueeltjes, iedereen heeft wel zijn dagelijkse gangetje. Maar voor wedstrijden hebben bepaalde mensen op elk niveau, mensen die gewoon een kermiskoers lopen of mensen die echt topniveau lopen, iedereen heeft al ergens een ritueeltje. Dus ja, ik vraag me dan af, is dat iets wat jij ook hebt? Ja, ik heb er veel. Ik heb er heel veel. Maar als ik nu een frappante moet uithalen, dat is, ik loop altijd met dezelfde sliep. Dus ik gebruik die enkel maar om wedstrijden te lopen. Maar ja, ik zeg, ik heb er veel, maar dat is één... Ja, dat is een van de leuke. Zoveel. Dus ik heb mijn wedstrijdslip. Dus die gaat lang mee, want ja, ik loop niet zoveel wedstrijden op een jaar. Ja, en als je zo'n tijden loopt, dan heb je hem ook maar 2 uur aan. Hè. Dus, Ah ja, voilà, ook al. Dus minder slitage. Ja. Super. Zo, Koen, allez, door het feit dat ik weet dat het heel strak is en je tijden en je agenda, dat je heel veel annuleert, maar toch tijd hebt kunnen maken voor ons. Ik zou je heel graag nog een keer super hard bedanken voor het korte gesprek dat we kunnen houden. Ik vond het super leuk, ik vond het heel interessant, ik vond het een leuke toets. Ik ben ook blij dat we de mensen nu Koen Naert een beetje beter kunnen leren kennen. Ik denk dat er nu zonder twijfel op de afsluitdag van de Olympische Spelen heel veel mensen geboeid zullen kijken naar de marathon, hoe dat het u daaraf gaat. En voor de rest ja, zou ik u nog heel veel succes willen wensen. Ook binnen 2 à 3 weken. Want er komt familieuitbreiding, er komt een kindje of bij. Vroeger. Ja, of vroeger. Ja. Maar kijk, het is toch al niet gebeurd tijdens het interview? Ja, de deur is niet opengegaan. Dus, Nee, ja, het is dat. Zo, Koen, nogmaals hartelijk bedankt en heel veel succes. En we komen elkaar ooit nog wel eens tegen. All right. Bedankt. Tot later, Koen. Dag. Ja.